Een hele goede morgen, guys. Het is vandaag vrijdag. Ik heb het net even klaargemaakt, want ik heb afgesproken met Boertje van Acacia Beauty in Utrecht. We gaan even lekker samen lunchen. En ik heb dus gisteren mijn weave laten verwijderen. Oh, het is echt het lekkerste gevoel ever. Mijn hoofd voelt zo licht aan. Ik heb weer lekker een knotje in. Ik had gisteren dus mijn hoofd helemaal ingesmeerd met scalp oil. En ik heb mijn hele haar ingesmeerd met arganolie. En ik denk dat ik deze week gewoon lekker een knotje ingehouden. En mijn haar gewoon echt optimaal ga verzorgen. En ik heb mijn haar echt ook gemist, jongens. Ik heb gewoon mijn krullen gemist. Ik ben onderweg naar Utrecht. Het gaat volgens mij echt zo hard regenen als ik voor me kijk. Ik heb trouwens mijn nieuwe linen blazer aan van Bershka. Ik heb deze dus gescoord in de sale. En ik wil al heel lang zo'n blazer. Dus ik ben er echt blij mee. Ik heb volgens mij gescoord voor 20 euro of zo. En hij is online nog beschikbaar, alleen in de maat M. Dus ik heb gewoon een maat M gekocht en ik ben er heel happy mee. Guys, ik ben nu met Boertje. Wij zijn bij Hoge Catharijne. En wij gaan nu eten bij Madon. Ik heb dus, wat is het ook alweer? Is het nou lam? Kabab stond er, hè? Ja, kabab. Ik denk het wel, ja. Kabab met aubergine puree. En lekkere salades. We zitten nu aan de grachten. En we hebben een toetje besteld. Het ziet er echt zo goed uit. Wij zijn bij een Grieks restaurant. Ik heb geen idee hoe je dit uitspreekt, maar het ziet er echt niet normaal uit. Zo, ik ben net thuis en ik vond het toetje trouwens bij de Griek vond ik echt zo goor. Maar ik heb echt nog zin in cake en ik heb dus nog keto cake in de koelkast. Echt ideaal, jongens. En het is heerlijk, totaal niet zoet en het ziet er dus zo uit. Mochten jullie een recept willen, let me know. Dan ga ik even een aparte video voor jullie opnemen. Want ik ben toch een beetje op zoek naar video's die ik kan maken. Zo, ik had echt heel veel trek. En ik heb dus Thais besteld. Ik heb van die groentekoekjes besteld. En ik heb curry besteld. Met aardappelen en kip erin. En witte rijst. Ik weet niet wat ik heb de laatste tijd met Thais. Maar ik vind het echt heerlijk. Ik ga eten. Zo. Nee, ook lekker krokant. Een hele goede morgen, guys. Het is vandaag zaterdag. Dit is echt een heel mooi beeld. Ik zie er een beeld zo grappig uit. Nessie had het idee om dezelfde kleur aan te doen. Maar nu ik ernaar kijk, is het toch niet zo'n goed idee. Ja, nu staan we een beetje voor Paul door jou. En je moet ook nog zo de stad lopen, want we gaan naar Antwerpen. Oh shit. En kijk ons als twee appels. Ja, maar jij bent echt overdreven. Zelfs jouw tas. Kijk die tas. Maar dit was echt zijn idee. Ik was me aan het omkleden, zei hij, jij doe me ook maar zo'n groene outfit aan. Want dan kunnen we zo'n matchy foto maken. Nou, hier sta ik dan. Ja, bij mij is alleen mijn trui groen. Kijk, ik heb blauwe jeans bij mij. Nee, maar wij gaan lekker naar Antwerpen. Vet laat, het is al 1:30. Maar ja, goed, het is niet waar wij de hele dag wonen chillen of zo, toch? Nee, ga eventjes lekker rondlopen. Ik wil eten misschien ergens. Ja, ik ook. Nou, ergens wat eten en dan... is het gewoon klaar. Dus we zijn al een tijdje in Antwerpen. We hebben eigenlijk een tentje gevonden waar we zeg maar semi gezond kunnen eten eigenlijk. Semi. Dat is een beetje een Arabisch tentje, maar dan wel een beetje zo, hoe zeg je dat? Hippie. Ja, zo heel modern zeg maar. Dus dan kan je zo'n bol en zo kopen met falafel en zo. Laat ik jullie zo even zien hoe het eruit ziet. Ik hoop dat het lekker is. We hadden bij dit tentje dus niet cola zero. Hier op de hoek bij zo'n minimarket, cola zero gehaald. Hoor je? Volgens mij wel. Proost. Ja, proost, dat mag. Ik wil even in mijn ogen kijken. Sef, wij zitten hier nog maar net en het begint gewoon te regenen. Ik zit in de regen. Jij niet. Ik weet niet of je het kunnen zien. Dit ziet er toch niet normaal lekker uit. Het ziet er echt goed uit, hè? Even serieus. Dit is dus een salade met kip shawarma. Ja, dankjewel man. Dankjewel. Echt zin in. Dat ruikt lekker, hè? Heerlijk. Wij zijn nu binnen. Het regent echt zo hard buiten en het is zo benauwd binnen. Ik schrik me helemaal dood. Nessim ook, hij is helemaal kapot. Kapot. We zijn nu in een ruimte wat echt fucking mooi is. Ik vind deze stijl echt prachtig. En dit is echt gewoon precies wat Nessim en ik zouden willen.
in ons toekomstig huis. In het buitenland. Maar dan niet zo bruin, maar gewoon allemaal zo'n mooi wit Romeinse stijl. Zo'n mooie marmeren trappen. I like it. Goals. Manifesting this. Wat een dik, dik marmer dit is, hè? Prachtig, man. Ik hou hier echt van. En Nessim houdt hier dus ook echt van. Dus gelukkig hebben we nog een beetje dezelfde smaak. We zijn bij de Hema. Het ging keihard regenen. We hebben het paraplu's gescoord. We hebben net zelf afgerekend bij de zelfscankassa. Het zou kut zo zijn als we nu een paraplu's kopen en we gaan naar buiten. Dus stop met regenen. Ja, we moeten nog best wel lang lopen. Dus dat maakt eigenlijk niet uit. Dus wij zijn klaar met winkelen. En als het al niet genoeg was, gaan we nog eten. We gaan lekker eten. We zijn net bij een tentje, het heet Fufel. Fufel betekent paprika. Paprika in het Arabisch. En ik ben heel erg benieuwd. Ik wil een tentje openen die heet Basel. Zullen we dat doen? Basel. Bij Mariama. Waarom bij mij? Vinden jullie ook dat Mariama een restaurant moet openen? Mariama's Kitchen. Ja. Eten we elke dag fasolie. Oh ja, dat is great. Wij zijn net thuis. We hebben echt een heel leuke dag gehad, hè, Nes? We wouden na het eten wouden we nog even naar de bioscoop gaan. Maar het was zo druk bij Kinepolis in Antwerpen dat we gewoon weg zijn gereden. We hebben echt best wel lang naar een parkeerplaats moeten zoeken. Het was echt niet te doen. We werden er echt chagrijnig van. Dus we dachten, we gaan gewoon lekker naar huis rijden. En dan gaan we daar lekker chillen op de bank. Ik wou jullie nog even onze schoenenkast laten zien. Die is laatst binnengekomen. Dus we hebben nou een hoekje met een schoenenkast en spiegel erboven. Ik heb het nog niet helemaal mooi opgevuld. Er moeten nog een paar dingetjes erop. Maar ik wil hem even aan jullie laten zien. Dat ik het vergeet. Mijn schoenenkast komt van Nancy's Home Store. En daar heb ik ook een andere kast van besteld voor op mijn kantoor boven. Die is nog niet binnen. Alleen mijn schoenenkast is binnen. Maar ik laat jullie even zien wat ik heb gekozen. Echt zo'n hoekje die heel moeilijk te filmen is voor jullie. Zodat jullie een beetje duidelijk kunnen zien. Maar ik heb dus deze schoenenkast gekozen van Nancy's Home Store. Ik vond hem heel tof, want ik wil graag gewoon een heel simpel design eigenlijk. En gewoon wit, maar niet echt van de IKEA. Of het is ook wel iets unieker design. En zoals jullie zien is deze asymmetrisch. Hij loopt zo en dat vond ik best wel tof. Gewoon heel simpel, maar toch een mooi design. En daarbij heb ik ook een spiegel van Firm Living. Die is ook asymmetrisch en ik vond het heel mooi zo naast elkaar. Ik heb laatst van de Rituals deze geurstokjes gekocht. En ik wil hier nog een kleine vaas. En nog zo'n potje of bakje, zeg maar, voor onze sleutels. Het is allemaal makkelijk om erin te gooien. Dus dit is het hoekje geworden. Ik ben echt heel blij met deze kast. Ik ga jullie even laten zien wat voor kast ik voor boven heb besteld. Dus ook best wel een beetje een uniek design. Dus voordat ik het ga vergeten, ik heb nog een kortingscode voor Nancy's Home Store. Dat is Miriam10. Als het goed is, ja. Miriam 10. En dan krijg je er gewoon 10% korting op de hele collectie. Ze hebben echt best wel gave dingen. Kijk, het is deze. Is eigenlijk van dezelfde collectie als de schoenenkast. Maar deze is groter. Ik vond deze ook echt heel mooi. En deze komt dus op mijn kantoor. Je hebt er meerdere kleuren van. Maar ik heb de witte gekozen. En dit is mijn schoenenkast.